Een hele goede avond, lieve stripvrienden, comicfans en andere fanaten. Hier weer een stripvlog van jullie stripverzamelaar. Het is vandaag dinsdag 23 april en ik kwam vanavond thuis van mijn werk. En toen lag in één keer dit verrassingspakket in de bus. En ik kon al een beetje zien dat er aan de handtekening dat het van Ralph Dickmans was. Dat is een Nederlands stripmaker die ik ook wel eens op beurzen heb ontmoet. En leuk dat een kartonnetje ook een tekening bevat natuurlijk. Dat vond ik erg leuk gevonden. En toen ik het openmaakte, zaten er meerdere albums bij van deze tekenaar. En ik vind het gewoon even leuk om te laten zien wat hij er dan in heeft gedaan. En dat is leuk om ook kennis te maken met deze tekenaar aan zich. Want dit is een soort oblongformaat, te heten Verhalen van Vroeger, het Bezemgilde. En ik zat al even binnenin te kijken. Het is voorzien van een hele leuke tekening. Veel leesplezier, Marvin. Erg leuk. Een soort agent is dit. En het is volgens mij op scenario van René Riva en Ralph Dickmans. Ik denk tenminste dat dat de tekenaar of de tekstschrijver is. En hier zie je ook verderop dat het een soort oud verhaaltje is over een heks in het stadje Vroeger. En het ziet er een beetje uit als een krantenstrip. En dat vond ik wel grappig. Wie ik ook toevallig hier zag staan is de Ballonnenman, zoals deze heer heet. Die kwamen we op kampen tegen nog. En erg leuk om dat te zien. Want wat ik vooral leuk vind aan Ralph Dickmans is dat hij heel erg veel bekende mensen in zijn strip laat terugkomen. En ook een hele goed hommage tekenaar is. Hij heeft bijvoorbeeld ook een keer een hommage gedaan voor het Erik Schreurs boek. Waar ik ook een column voor heb geschreven. En er zaten dus ook een paar albums in die hij gemaakt heeft. Want wie deze man voorop ziet staan, die weet wie dit is. Dit is namelijk Michel de Stickere. Dat is ook een stripvlogger uit België. Groot verzamelaar ook van stripboeken. En die staat in dit boek met ook weer een tekeningetje daar binnenin. En ik zag ook toen ik het boek open heb geslagen dat er nog meer mensen in staan die we kennen. Ik zie hier bijvoorbeeld Leo van Doesburg, als het goed is, ken ik. En ook Ralph Dickmans heeft zichzelf getekend. We zien hier bijvoorbeeld Urbanus nog even voorbij komen. En hoe verder je kijkt, hoe meer bekende personages je eigenlijk ziet. Uiteraard een vorm van Jerom en Obelix, maar ook Popeye. En hier zie je dus ook die Michel met zijn vriendin. En wie is dit? Dat is Bart Pepermans. Oftewel Bert Pepermans, geloof ik, als de vinnige vlogger. Ook grappig om dat te zien. Die ook hier een boekje bespreekt van Arie de Boskanarie. Want dat is ook weer een stripboek die Ralph Dickmans getekend heeft. En ik denk dat dit Marcel Haster is. Onze stripvlogger met pensioen. Maar erg leuk, weet je wel, als je jezelf dan terugvindt in zo'n stripboek. En ik denk dat het gewoon erg leuk is om jezelf terug te zien in zo'n boekje. Als hommagetekening. En hoe verder ik bladerde, want ik zag ook verderop nog een bekend iemand staan die wij allemaal kennen. Hier is die, Erik Kwaadgras, Erik Tarinaki. Die wordt ook hier weergegeven in het boekje van, in dit geval, Badgasten. Erg leuk. En ik zag hieronder nog twee albums, want ik heb een heel pakket gekregen gewoon. Dit is De Avonturen van Andersman, De Ongemakken van een Superheld. En dat schijnt een soort nulnummer te zijn van de strip die hij ook maakt. En je ziet heel duidelijk dat dit een hommage is aan Suske en Wiske albums. Natuurlijk met die rode kaders. En dit boek is dus blijkbaar verschenen omdat Ralph vorig jaar 5 jaar bestond met zijn bedrijf. Ja, en elk boekje is voorzien van een tekening. Wel heel erg leuk. En wat ook wel grappig is, deze kleuren. Want dat is natuurlijk echt vanuit zo'n klassiek Suske en Wiske boek. Waarin je altijd als je omsloeg een blauwe en een rood blad had. En dat heeft hij heel erg grappig gebruikt in dit boekje. Dus dat is ook wel leuk om te zien. En als laatste zat dit boek er nog bij. En dat is Het Design van Ralph. Ja, die vond ik wel leuk, want ik hou heel erg van die overzichtboekjes van wat iemand ooit gemaakt heeft. En dit laat eigenlijk zien wat hij allemaal in zijn mars heeft en hoe die is begonnen met tekenen. Hier wordt namelijk uitgelegd hoe die al van jongs af aan hield van het maken van tekeningetjes. En dat hij vaak ook voor zijn opa en oma wat tekeningen maakte die dan aan de muur hingen. En hier verderop zie je dan ook een aantal pagina's. Hij vertelt ook dat hij veel aan het oefenen was met superhelden. Omdat hij ook net als wij veel Junior Press comics spaarde. Dus dat vond ik ook wel grappig om te zien. Ja, en dit kan hij toch wel heel erg goed. Want zijn stijl komt ook een beetje in de buurt van de Suske en Wiske stijl. En je ziet dan ook dat hij dit soort platen best wel mooi kan maken. Ook grappig hoe hij dat dan ingeschilderd gekleurd heeft. Ja, en hier zie je gewoon een aantal van zijn tekeningen. Ook veel commissietekeningen die hij maakte voor bedrijven. Hij legt ook uit hoe hij daar ook toe is gekomen. Hier heeft hij ook wat leuke kerstkaarten die hij daarin getekend heeft.
En volgens mij verderop laat hij dan ook die hommageplaten zien. Want deze vind ik wel heel erg gaaf. Dit is ooit een hommage geweest aan Willy van der Steen. Nou, ik vind hem goed treffend ook. Echt een mooie plaat. En hij heeft ook voor Bommel en Tom Poes bijvoorbeeld tekeningen gemaakt. Maar bijvoorbeeld ook hier nog wat tekeningen van Willy van der Steen. En hier ook van Willy Lindhout. Dat is de tekenaar van Urbanus. Ja, en ik vind dat hij daar eigenlijk het beste in is. Gewoon van die mooie hommagetekeningen in zijn stijl. Want het is wel heel karakteristiek altijd herkenbaar wat hij maakt. En hier zie je bijvoorbeeld ook een hele mooie Bommel. En die heb ik zelf ook in een portfolio. Die is ooit een keer op voor een toonderdag gemaakt. Ja, en hier dus Arie de Boskanarie. Een van de strips die hij samenschreef ook. Maar ja, goed, helaas is die samenwerking gestopt. Maar leuk om dat te zien. En hier heb je dan nog die platen die dus in dat Joop Klepsijker boek verschenen zijn. Ik ga in Gouda ga ik mijn exemplaar ook ophalen even. Want ja, ik vind het toch wel leuk om te zien hoe mijn column eruit is gekomen te zien in dat boek. En hier zie je dus allemaal leuke tekeningen van deze tekenaar. Dus ik dacht, ik laat even zien wat ik gekregen heb. Want dat is toch wel heel erg leuk natuurlijk als een tekenaar mij iets opstuurt. Dus dank je wel daarvoor. Ja, en ik wens iedereen een mooie avond natuurlijk toe. En op naar een volgende vlog maar weer.